Hallo, ik ben Roel. Vandaag is Robert bij ons in de winkel en Robert heeft een interessante vraag over zijn fiets, waarmee ik hem graag ga helpen. Ja, Roel, ik kom heel graag gewoon voor advies, want ik heb een fiets met een derailleur. Ik had er altijd al een en ik realiseer me nu dat het instellen van de derailleur, daar is wel heel veel over bekend, dat kan ik zoeken. Het gebruik van de derailleur, daar komt het eigenlijk op aan, daar kan ik eigenlijk niks van vinden. En dat intrigeert me en ik denk van, dat jij daar wel wat meer van weet dan ik. Ik zou er graag wat advies over krijgen. Ja, dus het gaat met name over het gebruik van je derailleur. Ja. Niet zozeer de afstelling, maar hoe gebruik ik nou mijn derailleur op een efficiënte manier? Precies, op een efficiënte manier, zodat ik met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk energie kan leveren. En dat hij niet gaat kraken en dat ik op de goede momenten overschakel. Daar gaat het om. En zijn er specifieke omstandigheden waaronder je merkt dat je daar moeite mee hebt? Ja, ik moet zeggen dat in Nederland, waar je meer in Nederland is vlak met af en toe een klein heuveltje. Maar ik ben laatst in Sauerland geweest en daar moet ik toch wel goed mijn derailleur gaan gebruiken. En dan moet je er iets meer van weten dan dat je het alleen vanuit je intuïtie doet. Daar kwam ik mezelf tegen met een krakende ketting. Nou Robert, hoe je derailleur efficiënt gebruikt. Ja. Ik denk dat de basis belangrijk is. Dat je eerst weet hoe een derailleur min of meer werkt en wat er wel mag en wat er niet mag. Een derailleurversnellingssysteem heeft aan de voorkant in dit geval meerdere tandwielen, 2. En aan de achterkant een stuk of 9 tot 11 tandwielen over het algemeen. Aan de voorkant, daar mag je niet schakelen wanneer je druk uitoefent op de pedalen. Je ziet dat wanneer de pedalen slap hangen, dat de ketting ook slap is, maar zodra ik daar het gewicht van mijn hand op leg, is het hier eigenlijk gelijk spanning. Die spanning die kan niet door de derailleur, die kan die spanning niet overbruggen, met als gevolg dat de derailleur heel veel kracht zou moeten zetten op die ketting waar heel veel spanning op staat. En eigenlijk, ja, dat loopt niet lekker. Dus je loopt zelfs het risico dat je derailleur kapot fietst daardoor. Dus aan de voorzijde bij een derailleursysteem mag je alleen schakelen wanneer je trapt, maar onbelast. Dus met weinig kracht op de pedalen. De achterkant daarentegen, die wordt geschakeld met de achterderailleur. Ondanks dat ik veel kracht op de ketting zet, blijft de achterkant, de onderkant, altijd slap. En die onderkant van die ketting, die wordt geschakeld met de achterderailleur. Dus ik kan aan de achterzijde gewoon onder belasting schakelen en aan de voorzijde niet. De basis van efficiënt schakelen met het derailleursysteem is dat je hier rekening mee houdt. Ja. Achterin kan je dus altijd schakelen, onder alle omstandigheden. En voorin alleen maar wanneer je vlak fietst of in ieder geval onbelast fietst. Je moet bewust kiezen voor op het grote of op het kleine blad te zetten als je... Voor een echte steile klim zou het goed zijn om vooruit die keuze te maken wat je gaat doen. Dan maak je niet de fout dat die... belast wordt die ketting. Precies. En met alle nare gevolgen van dien. Ja, precies. Wat ook goed is om te weten bij een derailleursysteem is, even kijken, dat je dus een rekening houdt, wat je net eigenlijk zelf al aangeeft, voor een klim te schakelen en dat je dan achterin nog voldoende ruimte houdt om naar een lichte versnelling te gaan. He, dus wanneer je onderaan een klim zou starten op je grote blad, stel dat je dat doet, en je zit achterin ook al in de lichtere versnellingen, dan kan je eigenlijk nog maar 2 of 3 versnellingen lichter fietsen. En dan ben je klaar, want voor kan je niet meer schakelen, omdat er al druk op de pedalen staat. Dus vooruit schakelen naar het kleine blad, achterin op een versnelling die lekker fietst, en dan zo nodig naar een lichtere versnelling. Wanneer moet je nou schakelen? Ja. Belangrijk daarbij is dat je rekening houdt met je cadans. De cadans is eigenlijk een technische naam voor hoe vaak ga je met de pedalen rond in pak en beet een minuut tijd. Over het algemeen hanteren we daarbij dat een cadans echt minimaal 60 moet zijn, maar geadviseerd wordt rondom een 80 omwentelingen per minuut. Voor veel mensen is dat vrij snel. Er zijn best wel veel mensen die eigenlijk in een te lage cadans fietsen.
Als je in een te lage cadans fietst, dan heb je permanent eigenlijk te veel druk op, je lichaam, je benen, je knieën, maar dus ook op de ketting staan. En het voordeel van met een cadans van 80 fietsen, is dat wanneer je even een klein klimmetje hebt, dat je niet gelijk zo ver terugzakt dat je meteen moet schakelen. Voldoende kracht nog als je op die 80 blijft. Ja, want je hebt zeg maar tussen de 80 en de 60, ja, is het een zekere mate van souplesse waarbinnen je zou kunnen schakelen. Maar als je dus een kort klimmetje hebt, echt kort, hè, laten we zeggen 10, 15 meter, ja, waarbij je onderaan de klim 80 hebt en bovenaan de klim 70, ja, heb je op zich niet per se hoeven schakelen. En als je al hebt moeten schakelen, ja, dan was dat nog in souplesse. Zou je steeds fietsen op, laten we zeggen, 60 omwentelingen per minuut, dan is het bij de minste of geringste heuvel, bijna bij vals plat al, ja, zak je zo ver terug dat je eigenlijk al op macht moet gaan fietsen. Dat het al een soort van ploegen wordt op de fiets. Ja. En dat ploegen op de fiets, dat is iets wat je altijd moet tegengaan. Want dat is niet goed voor de fiets, het is niet goed voor je lichaam, maar het is ook niet goed om met zoveel kracht op de pedalen te gaan schakelen. En dan zit je met die 80 gelijk al goed. Bij 80 zit je goed, ja, ja. He, en zodra je dus voelt dat je wat langzamer gaat trappen, dan schakel je één versnelling lichter en dan zit je weer op 80. Als het dan naarmate je snelheid terugzakt en je komt weer in de buurt van de 75-70, schakel je weer een tandje lichter en dan zit je weer op de 80. Een hele domme vraag te stellen. Hè? Van het, je kunt tijdens het fietsen niet vaak, je moet op andere dingen letten, kijken van waar zit nou mijn ketting op die achterstandwielen. Als ik zo'n klein klimmetje heb en ik wil een tandje of twee tandjes lichter, hoe gaat dan de ketting? Kun je dat aanwijzen? Want de ketting gaat naar een ander tandwiel toe. Ja. En wat is lichter? Ja, het is een hele domme vraag. Van, is het dan, het is een beetje mechanica, gaat die dan naar boven toe of naar beneden toe? Op het moment dat je naar een lichtere versnelling, ja, gaat, dan ga je altijd naar achterin, ga je dan altijd naar een groter tandwiel. Een groter tandwiel? Ja. Ja, dat wil ik nou graag weten, want ik heb omkijkend, dat lukt me niet. Nee, dus dat is best wel verwarrend, ja, voor veel mensen. Ja. Want aan de voorkant betekent de grote tandwiel dat ik zwaarder wil gaan fietsen. Precies. Terwijl het aan de achterkant ga je daardoor lichter fietsen. Ja. En dat is inderdaad wellicht verwarrend hoe daar dus mee om te gaan. Ja, mooi tip. Dus dat is belangrijk. Over het algemeen zijn cassettes die op dit soort fietsen zitten, die hebben ook een tandwielverhouding zodanig gekozen dat elke versnelling 10% lichter is. Dus vandaar ook dat als je op 80 omwentelingen rijdt, als je zo'n beetje terugzakt naar 70, dan ben je 10 omwentelingen per minuut langzamer. Nou, 10% van 80, dat is 8. Ja. Dus je kunt min of meer inschatten dat als je terugzakt naar 70, met 1 versnelling lichter, dan zit je weer op 80. En zo, ja, kan je elke keer met 1 versnelling, hoef je niet heel veel versnellingen tegelijk te doen. Ja. Nou, dat is heel goed om te weten. Dan weet je wat je doet, hè? Precies. Anders is het toch erg vanuit je intuïtie. En ja, dat kan wel eens verkeerd, ja, zijn. Ja. Verder is het belangrijk om de kettinglijn goed in de gaten te houden. Wanneer je met je ketting voor op het grote tandwiel zit en achter ook op de grotere tandwielen, dan loopt de ketting vrij schuin. Dat mag wel even, maar liever niet kilometers achter elkaar. Want een schuinlopende ketting, dat heeft meer slijtage tot gevolg. Andersom is dat dus net zo. Rij je op het kleine tandwiel voor en op het kleine tandwiel achter, ja, dan loopt de ketting ook scheef, maar dan de andere kant op. Dus dat zou je moeten proberen te voorkomen. Dus op het moment dat je merkt dat je ketting erg scheef komt te lopen, je rijdt voor op het grote en achterin ook op die grotere tandwielen, dan kan je beter aan de voorkant gaan schakelen naar het kleine tandwiel. Achterin weer terug naar een wat kleine tandwiel. Dan heb je min of meer dezelfde zwaarte, dezelfde cadans met fietsen. En bovendien zit je ketting dan niet meer op die grote, maar op die middelste tandwielen, waardoor je weer alle ruimte krijgt om naar een lichtere versnelling te gaan, mocht de klim langzaamaan toch nog weer wat zwaarder worden, zeg maar. Hoe merk je dat je ketting min of meer diagonaler gaat staan? Je kunt het soms wat horen, maar
Misschien moet je af en toe dan toch daarvoor wel even een kleine blik naar beneden werpen. Ja. Zolang als dat het niet op gevoel gaat. Okay. Kijk, in een auto, daar kijk je ook niet de hele tijd op de versnellingspook om te kijken in welke versnelling je rijdt. Nee. Je merkt het, maar eigenlijk weet je het ook wel of je in de 2 of in de 3 of in de 5 aan het rijden bent. En bij een fiets, naarmate je meer geoefend bent met een derailleursysteem, weet je op een gegeven moment, ik zit voor op mijn grote blad of ik zit op mijn kleine blad. Want dat zijn handelingen die doordat je ze doet en onthoudt wat je gedaan hebt, weet je op welk tandwiel je rijdt zonder te kijken. Maar soms, of soms eigenlijk, naarmate een ketting S schuin gaat lopen, dan kan het zijn dat je hem wat hoort kraken, zeg maar, de ketting. En nogmaals, het is geen ramp als je het maar niet heel lang achter elkaar doet. Dus, nee, maar dat is een goed signaal. Als je gaat kraken, moet je echt wat... Dan moet je echt wat doen. Als het echt begint te kraken, ja. Maar we zullen zo meteen, zal ik even de ketting op die tandwielverhouding leggen, waarbij ik je aangeef van, nou, tot hier. En zou je nog zwaarder gaan of nog lichter willen, dan kan je beter gaan schakelen aan de voorkant. Even indicatief, hè, want dat is ook wel goed om te weten. Op het moment dat je voorschakelt van het grote tandwiel naar het kleine tandwiel, dan zal dat, dan moet je maar eens uitproberen, maar dan zal dat gezien de tandwielverhouding hier zo zijn dat als je dan achter 3 tandjes zwaarder gaat, dus 3 tandjes kleiner, dan zit je weer min of meer in dezelfde verhouding. He, dus 1 stap aan de voorkant naar klein is ongeveer 3 stappen aan de achterkant. Dus dan weet je, als je zegt ik rij zo wel goed, maar om me alvast voor te bereiden op die lange klim die dadelijk komt, schakel ik hem alvast naar het kleine. Dan corrigeer je die grote stap die je hier maakt door hem achter naar 2 tot 3 tanden zwaarder. Dan rij je weer in de goede cadans en heb je eigenlijk alle ruimte om in de klim naar een lichtere versnelling te kunnen schakelen. Ja. Zal ik je even laten zien, die tandwielverhouding zoals we die liever niet hebben? Ja. Dan moet ik even de rem losknippen, want die had ik vastgezet om je dit even te laten zien. Ja, ja. Nou, wat je ziet, vanaf jouw positie kan je dat denk ik goed zien, is dat de ketting nou schuin loopt. De ketting komt van helemaal buiten, hè, de buitenstand, dan gaat die helemaal naar binnen. Ja. En dan loopt de ketting wat in een S-vorm. Daarin kan je gewoon fietsen, hè, want je ziet dat je gewoon de fietsende beweging kan maken. Alleen in dat schuinlopen van de ketting wringt eigenlijk die ketting wat. Hè, dus die buigt eigenlijk de hele tijd wat. Daar is die op gemaakt, want een ketting is heel soepel. Hè, die kan je behoorlijk van links naar rechts bewegen. Alleen het leidt tot een versnelde slijtage. En daarom mag je daar rustig wel even in fietsen, maar liever geen kilometers lang. En wat er dus, stel dat deze situatie zich voor zou doen. Eigenlijk moet je hem dus voorkomen, hè? Maar stel hij doet zich toch voor en je schakelt aan de voorzijde naar het kleinere tandwiel, dan schakel je daarna achter 2 tot 3 tanden terug. Nou loopt je ketting veel rechter en bovendien fiets je weer net zo zwaar als net en ik heb weer de ruimte om toch weer naar een lichtere versnelling te gaan mocht de klim gedurende de tijd, zeg maar, die lange klim langzaamaan zwaarder worden en je kan eigenlijk niet meer de cadans volhouden, dan schaak je hem weer naar een lichtere versnelling. En dus dat is naar een groter, naar een groter tandwiel achter. Oké. Die handeling die je dus hiervoor maakt, die moet je eigenlijk tijdig maken. Ja. En niet op het moment dat je, het begint nu echt zwaar te worden, dan ben je eigenlijk te laat. Maar dus, komt dat veel voor in de praktijk? Ja, ik hoor wel eens wat kraken natuurlijk en dan ga je wel wat doen. Als je jezelf aanleert om die 80 omwentelingen per minuut te fietsen, dus door dat gewoon even, dat is een kwestie van 4, 5, 6 ritten bewust mee bezig zijn, ga het maar gewoon tellen. Er zijn ook overigens fietscomputers met een cadansmeter erop die het voor je bij, hoef je alleen maar op het schermpje te kijken hoe vaak je rondgaat, maar je kan het natuurlijk ook gewoon tellen. Ja. Op een gegeven moment wordt het een automatisch gevoel dat je min of meer weet wat 80 omwentelingen per minuut is. En het voordeel van die 80 omwentelingen per minuut is dat je ook niet in de situatie komt dat je zo zwaar fietst dat je voor niet mag schakelen. Ja. 80 omwentelingen per minuut is altijd dusdanig soepel dat je gewoon de ruimte hebt om voor te schakelen. Je voelt het aan je lichaam ook als je goed zit bij die 80? Ja, ja. Oké, dat iets wat je lang zeker als je het hebt aangeleerd. Oké, je moet van meet af aan goed aanleren, anders
Ja. Ja, als je het goed hebt aangeleerd, goed hebt geoefend even, dan voel je gewoon dat zodra je onder de 80 komt, dat het zwaarder gaat worden, dat het een beetje ploegen wordt. Ja. Eigenlijk is 80 omwentelingen per minuut gewoon in beweging zijn. Ja. Het wordt pas zwaar, dat echt kracht kost, vaak bij 70 of 65 omwentelingen. Dan voel je elke pedaalslag dat je echt veel kracht aan het zetten bent. Ja. Terwijl het bij 80 of meer dan 80 meer een kwestie is van dat je in beweging bent. Ja. Nou, en stiekem zet je natuurlijk wel kracht, alleen je zet vaker weinig kracht in plaats van elke keer heel veel kracht. Ja. En de praktijk bewijst dat je dat gewoon langer volhoudt. Hè? Alle grote namen in het profpeloton met wielrennen, die zie je allemaal dat die met een hoge cadans fietsen. Zeker de huidige meneer Froome en in het verleden meneer Armstrong, die rijden met hele hoge cadans. Meneer Armstrong in het verleden met 90, meneer Froome tegenwoordig met bijna 100 omwentelingen per minuut. Dus onze 80 die we aanhouden is nog voor, zuinig, zeg maar. Ja, maar dat zit er voor hen wel in, maar voor ons is dat niet. Nee, dat moet je voldoende. Echt oefenen, zeg maar. Dan moet je echt heel erg oefenen om op die manier efficiënt te kunnen fietsen. En, en dat ook langdurig vol te houden, die precies. 80, hè? Ja. 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 Dus, ik stap hem, ja. Nou Robert, het lijkt me goed als je met het geleerde nou even in de praktijk aan de gang gaat. Dat je gewoon even gaat oefenen ermee. Even de stappen bewust neemt. En mochten naar aanleiding daarvan toch nog weer vragen komen, en dat kan zomaar. Schroom daar niet om gewoon nog even binnen te lopen en dan pak ik je even bij de horens. Ja. Dan gaan we het opnieuw uitleggen. Fantastisch aanbod, want je hebt het heel goed uitgelegd. Alleen wat me nu opvalt, vroeger had ik een fiets met drie tandwielen voor en nu is maar twee. Ja, dat is waar. Het verhaal zeg maar bij drie tandwielen lijkt veel op wat we nou hebben gedaan. Maar het is een klein beetje anders. En het is ook wel leuk om een keer uit te leggen waarom nou zeg maar die stap van drie naar twee is gemaakt. En dat gaan we ook zeker doen. En daar komen we nog een keertje op terug. Goed, nou heb je ook een vraag over jouw fiets waar je niet uitkomt, waar je misschien al tijden mee zit? Kom dan gerust eventjes langs, stel je vraag en dan ga ik je ermee helpen. Vond je deze video leuk? Klik dan op like en abonneer je op ons kanaal. Dan hoef je nooit meer een video te missen. Bekijk ook onze Facebookpagina en onze website.